We weten het sinds september allemaal, Samantha Steenwijk is in het verleden een keertje genadeloos bedrogen door haar vrouw Daisy. Het werd destijds door Yvonne Kolderweijer onthuld en door de zangeres bevestigd. Enkele jaren geleden heeft Daisy mij verteld dat zij vreemd is gegaan. Dat was erg pijnlijk en heeft voor veel verdriet gezorgd. Nog geen half jaar later lijkt het erop dat Daisy haar ehhhhh doos weer achterna is gelopen. Samantha maakt op een typische BNR manier: de sterren kunnen nooit een keer normaal recht toerecht aan communiceren, bekend dat de twee uit elkaar zijn. Althans, daar lijkt het op. Samantha deelt namelijk een cryptische story op Instagram: ik heb dit vaker meegemaakt. Ben het zat om nog te gissen. Ik ben niet eens meer kwaad. Ik kies nu voor mezelf. En ik kom hier sterker uit. Er is niks meer wat je zeggen kan. Gebroken hart. Het klinkt als een van haar doorsnee smartlappen, maar hier is toch echt meer aan de hand. Gelukkig is er Yvonne Koldewijer om een en ander te duiden, heel goed samand. Als je partner ooit is vreemd gegaan, kun je de klok erop gelijk zetten dat ze het in de toekomst weer zullen doen. People never do things just once. Weg met die meid. Het is natuurlijk ontzettend vervelend dat Samantha zich nota bene op Valentijnsdag genoodzaakt zag om dit naar buiten te brengen, maar betreft het nou echt een relatiebreuk? Daar wil ze dan weer niet op reageren. Juist de onbereikbaarheid van Samantha leidt tot vrevel bij de sterren van shownieuws. Bart Ettekoven zegt, tot ieders verbazing postte Samantha Steenwijk een best wel cryptische omschrijving op haar Instagram-pagina. Ze klinkt vastbesloten. Het duidt erop dat haar 16 jaar lange relatie uit is met Daisy. Er zat al eerder een kink in de kabel. Collega Evert Santegoeds, je post dit en dan hou je je de hele dag onbereikbaar voor alles en iedereen. Bart totaal onbereikbaar. Telefoon uit. Daisy geprobeerd. Management wil er niks over zeggen. Nee, dus dat vind ik dan altijd wel dat ik denk, ja. Er had wel iets meer uitleg bij gekund. Voor hetzelfde geld gaat het over heel iemand anders. Er is nog een serieuze aanwijzing, al dus Bart. Ook in haar instabio staat dan een link naar het liedje: Als de liefde dan geen zin meer heeft, dat is een nummer uit 2022. Studiogast Calvin Sinis, ze heeft er een soort speurtocht van gemaakt. Bart lachend: Ja, eigenlijk wel. Presentatrice Tooske Ragas vat het samen: geen zekerheid erover, dus, maar wel deze cryptische omschrijving.